Duizenden gewonden, ongeveer 200 doden, talloze beschadigde huizen en bedrijven en getraumatiseerde inwoners. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beirut afgelopen zomer. De ontploffing veroorzaakte een enorme ravage in de Libanese hoofdstad. Voedseltekort is al veel langer een groot probleem in Libanon. De slechte economische situatie leidt tot een stijging van de voedselprijzen. Door de explosie zijn veel inwoners bovendien hun bron van inkomsten verloren. Voedseldistributie is dan ook een belangrijk speerpunt. Dorcas en de Libanese partnerorganisatie MSD bereiden dagelijks 200 warme maaltijden. Deze maaltijd is voor veel mensen van levensbelang. Daarnaast deelt Dorcas voedselpakketten uit aan de meest kwetsbare inwoners. Het pakket is afgestemd op de grootte van het gezin en bevat voldoende voedsel voor één maand. Daarnaast worden er ook hygiënepakketten uitgedeeld met bijvoorbeeld desinfectiemiddel, mondmaskers en tandpasta. Ook de psychische gevolgen van de explosie zijn groot. Veel kinderen zijn getraumatiseerd. Dorcas biedt psychosociale ondersteuning aan kinderen die op de een of andere manier zijn getroffen door de explosie. In speciale sessies leren kinderen hun emoties en ervaringen te verwerken. De stressballonsessies helpt kinderen hun gevoelens te uiten en de stress die ze sinds de explosie hebben te verminderen. Kinderen ervaren de sessies als positief. Ze geven aan dat ze leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen als zij zich angstig of geïrriteerd voelen, op wie zij kunnen vertrouwen en hoe ze zich kunnen ontspannen. Inwoners van Beirut doen er alles aan om de gevolgen van de explosie te boven te komen. Ondanks de traumatische gebeurtenis zijn de mensen veerkrachtig en vastbesloten om de draad weer op te pakken. Meer weten over Dorcas en ons werk? Ga dan naar dorcas.nl.